Is dialect ook goed Nederlands? Hier in de werkplaats repareer ik het misverstand dat je taal maar op één manier goed kunt gebruiken. Taal is een complex systeem van klanken, grammatica en spelling. Over die spelling hebben we wettelijk bepaalde regels. Je kunt ze vinden in het beroemde groene boekje. Er staat bijvoorbeeld in dat je panunkoek moet schrijven en niet panukkoek. Maar die regels gelden alleen in het onderwijs, bij examens of bij de overheid. Daarbuiten kun je ook voor panukkoek kiezen. De spellingregels zijn dan niet verplicht, alleen een richtlijn. Over grammatica, uitspraak of woordkeuze zegt de wet helemaal niks. Er is nergens vastgelegd dat groter als fout is en groter dan goed is. En ondanks dat je meestal koningin hoort, kan niemand je verbieden het woord uit te spreken als koningin. Ook kan niemand je dwingen om bij het afscheid nemen doei te zeggen in plaats van, zoals ik zelf zou doen, houdoe. Toch vonden en vinden veel mensen dat niet goed. Ook houden mensen graag vast aan wat ze, soms met veel moeite, op school hebben geleerd. Het standaard Nederlands. Vroeger noemden we dat standaard Nederlands ABN, Algemeen Beschaafd Nederlands. Maar in de wetenschap en bij de overheid gebruiken we die term niet meer, omdat je met beschaafd kan suggereren dat andere varianten van het Nederlands niet beschaafd zijn. Nu is standaard Nederlands de officiële rijkstaal, maar Nederland kent nog veel meer taalvariëteiten. In de provincie Friesland is ook het Fries een rijkstaal. Daarnaast zijn er twee officieel erkende streektalen, het Limburgs en in het Noordoosten het Neder-Saksisch. En er zijn heel veel dialecten die niet zo'n officiële status hebben. Ze lijken misschien wel veel op het Nederlands, maar ze hebben eigen woorden, klanken en grammatica-regels. Uit al die dialecten is de afgelopen 4 eeuwen het standaard Nederlands ontstaan. Dat begon al in de 16e eeuw, toen er behoefte ontstond aan een algemene schrijftaal die voor iedereen begrijpelijk moest zijn. Omdat in Holland het culturele en economische centrum lag, is dat standaard Nederlands vooral gebaseerd op het Hollands. Maar dat standaard Nederlands bleef tot ver in de 20e eeuw vooral een schrijftaal. Wat mensen spraken was meestal dialect. Vanaf de jaren 50 kwam daar verandering in. Mensen bleven minder vaak in hun eigen omgeving. Op nieuwe, grotere scholen bijvoorbeeld kwamen kinderen samen die soms tientallen kilometers uit elkaar woonden. Met elkaar communiceren in hun eigen lokale dialect was lastig. En zo begonnen in de hele samenleving dialecten naar elkaar toe te groeien. En werd de omgangstaal steeds vaker het standaard Nederlands. Toch spreken veel mensen daarnaast ook nog één of meerdere andere taalvariëteiten, of een dialect of straattaal. Of zelfs een heel andere taal, zoals Fries of Engels, of een migrantentaal, zoals Turks, Marokkaans-Arabisch, Pools, Surinaams of Oekraïens. Maar overal komen mensen in contact met het standaard Nederlands. Daardoor gebruiken ze hun eigen andere taal minder. Waar het bijvoorbeeld in de tijd van je opa en oma heel normaal was om thuis dialect te praten, is het voor veel mensen nu niet meer gek om thuis ook standaard Nederlands te praten. En dat heeft gevolgen voor de woordenschat en de grammatica van bijvoorbeeld dialect. Typische dialectwoorden gaan verloren en de grammatica verandert. Bijvoorbeeld, in mijn eigen regio, Eindhoven, kregen mannelijke woorden in het enkelvoud oorspronkelijk een langer, verdubbeld lidwoord. Sprekers zeggen daar niet een hond, maar een hond. Maar jongeren voor wie dat dialect niet de moedertaal is, kennen de precieze grammatica-regels niet meer. Onder Eindhovense jongeren is het nu gewoon om dat lidwoord unnen nog een keer te verdubbelen. Zij zeggen bijvoorbeeld unnen een hond. Zulk hyperdialect klinkt voor de jongeren als echt dialect. En ze gebruiken het om te laten horen waar ze vandaan komen. Maar voor oudere dialectsprekers klinkt het nep. Sprekers voelen van nature vaak heel goed aan wanneer welke vorm van taalgebruik gepast is. Stel dat iedereen bij jou thuis Brabants praat, dan zul je zelf waarschijnlijk thuis ook Brabants praten. Maar als je naar school gaat, dan zul je daar waarschijnlijk bijna vanzelf standaard Nederlands praten. Net als de anderen in de klas. En ook als je bijvoorbeeld gaat solliciteren, zul je daar vanzelf je best gaan doen om zo correct mogelijk standaard Nederlands te praten. Maar als je bijvoorbeeld naar de bakker gaat, dan heb je het standaard Nederlands niet per se nodig. En als je naar het café gaat, wil je het standaard Nederlands misschien wel helemaal niet gebruiken. Omdat je daarmee enorm uit de toon kunt vallen. Ook al zouden de mensen je best kunnen verstaan, omdat ze zelf ook standaard Nederlands kunnen. Wat goede taal is, hangt dus heel erg af van de context. Waar je bent, tegen wie je spreekt en hoe je wilt overkomen. Dat botst soms met de behoefte die mensen hebben aan duidelijke regels. Sprekers die veel belang hechten aan een correcte standaardtaal, kunnen zich ergeren aan taalvariatie. Ook op school leer je denken over taal in termen van goed en fout. Maar in feite is taalvariatie onschuldig en volgt die simpelweg de maatschappij.
Een levende taal is een taal die verandert. Wat is eigenlijk een psychose? En wat gebeurt er dan in je hoofd? Ik ben Chiral, neurowetenschapper. En ik leg het je uit in de volgende aflevering.